Ik ben dit jaar Prins Carnaval van Bonnebroek. 2018, gedeeltelijk 2019. En we gaan vandaag de jongens voor het glazen huis vastzetten voor 4 dagen tot aan zondag 6 uur. Ik doe de deur op slot voor de jongens. En dan is het aan hun 4 dagen lang. Waar gaat het geld naartoe? Het geld gaat, even kijken, is het tweede of derde jaar gaat het naar de verenigingen van Bonnebroek. Dus er zijn, de mensen konden wat opgeven waar ze geld voor konden krijgen. En, en dat is een hele boost gegeven in Bonnebroek. Waardoor 10-voudige opkomsten zijn in plaats van naar serieus request gaat. Ja, Bonnebroek bestaat gewoon uit vrijwilligers. In alle lagen van het volk hebben ze dat. En hier is er een jongere groep opgestaan en die heeft dit voorgesteld. En iedereen is laaiend enthousiast. Wat voor bedrag gok je dit jaar? Ja, vorig jaar was het 21.000 nog wat. Maar daar praat ik voor mezelf. Stille hoop dat toch over de 25.000 euro gaan. Economie trekt een beetje aan, hè? Laten we het daarop hopen, ja. Mensen worden enthousiaster en iedereen heeft gezien wat er vorig jaar met geld is gebeurd. En dat was hartverwarmend. Heb je al geoefend? Nee, niet heel veel. Hoe vind je het zo, 4 dagen zonder eten? Ja, dat wordt een leuke uitdaging. Ja, maar we hebben er heel veel zin aan. Dus, Ik ben Niels Pigge en kom uit Bonnebroek. En ik heb er super veel zin in. Dus ik laat het gewoon lekker op me afkomen. Hoeveel kilo denk je dat je afvalt? Nou, ik gok op 5 kilo. Heb je familie en vrienden die alvast wat voor je gaan doen straks? Dat verwacht ik wel vast. Dus dan heb ik ze eigenlijk wel een beetje opgedragen om mooie muziek aan te vragen en daarvoor een mooie donatie te doen. Wij zijn eigenlijk best wel snel tevreden. Als jij een euro doet of een paar euro, dan zijn wij al bereid een mooie plaat voor jou te draaien. Alle kleine beetjes helpen. Slaap je ook in dat hok? Niet in de studio, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben hierboven ook nog een kleine ruimte. En daar mogen wij slapen. We hebben ook een klein badkamertje bij, dus we kunnen ons ook nog douchen. Dat is ook wel zo prettig. Maar het is allemaal wel hermetisch afgesloten. Als ik kan merken aan andere jaren hoe gaaf het was. Dat je dan in de studio in mocht en plaatjes mocht draaien. En als je dan ziet hoeveel mensen er in het café er zijn. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Waar een klein dorp heel groot in kan zijn. Echt dat je met zo'n klein dorpje, dat je toch een heel groot gemeenschapsgevoel kan creëren. Ja, jongens. Veel plezier en succes, hè? Ja, dankjewel. En tot zondag 6 uur. Helemaal goed. Hoi, hoi. Hoi. Ja, misschien... Wij ondertussen zal nog even de keer op slot doen. De studio... Ja, oké. Okay. Hij gaat nu op slot. En het is gelukt. Succes! Toppie. Marktstraat door Mark B. Bert de Hummels, politici. Die was heel snel. Bert Hummels. Limbeek. Moet je de voornaam ook nog weten? Talita. Ja, helemaal heel goed. We hadden opgeschreven, alleen voornaam is voldoende, maar achternaam was natuurlijk ook... Ja. De artsen. De artsen. Sint-Jozef. Dat is goed. Ja. Gefeliciteerd. Alles ligt nog open, Kelly. Welke politieke partij kreeg de meeste stemmen in Almelo bij de gemeenteraadsverkiezingen? De ondernemers. CDA. Oh ja, ik zal even bij jullie komen. Ja, CDA. Goed antwoord. Vraag 3. Wie is de winnaar van de Herman Krikhaarprijs 2018? Weer de ondernemers, wie weet het? Henk-Jan. Henk-Jan Rees, ik moet het weten. Ankie. Nog wat. Ankie nog wat. Nee, dat rekenen we niet goed. Is er iemand die het wil proberen? Die het weet? Nee? Wie is dit jaar uitgeroepen tot meest markante ondernemer van Almelo? Hij staat in de Joost Tiemesma. Ja. Wie is de nieuwe presentator van Per Seconde Wijzer? De politici. Wie wil het zeggen? Kom op, jongens. Marcel Sielman, jij weet al het shownieuws toch altijd? Erik. Maar goed, desalniettemin, echt met een grote overmacht, heeft het team politiek gewonnen. Met 7 punten tegen 1 punt voor het team. Hij is mooi, hè?
Ja, jammer. Kijk jongens, zo ziet hij eruit, Stef. Ja. Meneer Gerritsen, van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. Met een klinkende overwinning. We zijn er heel blij mee. Ja. Heeft u veel steun gehad aan de ploeggenoten? Ja, absoluut. Er waren heel veel dingen die ik totaal niet wist. En waar mijn teamgenoten Bert, Marcel, Marieke en Edith heel sterk in waren. En we hebben met elkaar de eindstreep gehaald. Geweldig. Nou, hopelijk gaat het in de politiek net zo. Dat hoop ik ook. De eensgezindheid die dan in zo'n team zit, dat moet je in de hele politiek ook hebben. Dat doen we dan eindelijk voor, ook voor de stad. Ja, en dan is zo'n mooie beker is natuurlijk een extra impuls daarvoor. Het begon ongeveer 1,5 jaar geleden. Eigenlijk gewoon met simpel niet meer kunnen hardlopen of struikelen op rare momenten. Mijn spieren die begonnen te trillen. En na een aantal weken dachten we, nou, dit is toch niet normaal. Toch maar even langs de huisarts. En dan ga je door naar een neuroloog. En dan komt hij heel snel al een antwoord dat het verkeerd is. Ja, want het is dus ALS en het gaat heel snel. En dat is ook de reden waarom jullie nou een actie zijn gestart. Wat houdt de actie van jullie in? Van rolstoelbus. Omdat ik gewoon niet meer mobiel ben. Ik rijd in deze dagen een elektrische rolstoel. En ik kan gewoon niet meer mee in onze auto. Het is dus echt heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel en zoveel mogelijk geld gaan storten. En hoe kunnen mensen actie ondernemen? Nou, dit staat op de website www.eenbusvooriesbult.nl. En via die website word je doorgestuurd naar een Dream or Donate. En vanuit daar volgt het automatisch. Het Armoedepact, waarin 55 maatschappelijke instellingen in Almelo verenigd zijn, hield de jaarlijkse conferentie in het Polmanstadion. Wat doet het Armoedepact eigenlijk? Dat is een platform eigenlijk waar allerlei organisaties partner van zijn, lid van zijn, om samen de armoede te bestrijden. Of in ieder geval zorgen dat we samenwerken met elkaar om mensen die in armoede leven ook optimaal te kunnen helpen. En dat is eigenlijk, we hebben dat jaarlijks deze bijeenkomst, daar zijn sprekers. In dit geval, in deze situatie, of vandaag hebben we vooral ervaringsdeskundigen. Heel erg belangrijk, omdat deze mensen weten hoe het is om te leven in armoede. En waar je vaak als hulpverleners het vanuit de boeken hebt, kunnen deze mensen heel mooi bijdragen aan van ja, maar hoe voelt het nu? Of wat hebben wij nou meegemaakt? Of waar zijn we tegen aangelopen? Dat is eigenlijk het thema van vandaag. Daarnaast hebben wij ook al een soort markt is er opgezet, waarbij je kan kijken als hulpverlener van nou, waar kunnen we elkaar vinden en waar kunnen we elkaar helpen. En dat doen we eigenlijk nou, jaarlijks en door het hele jaar door allerlei bijeenkomsten samen in Almelo. En nu zijn mensen aan het netwerken? Ja, nu zijn mensen aan het netwerken. Dat is heel een belangrijk onderdeel van ook deze jaarconferentie. Omdat je natuurlijk elkaar moet weten te vinden. Dat als je in een situatie zit waarbij je een klant of cliënt, hè, de instanties noemen dat verschillend. Maar dat je kan zeggen, hey, wie kunnen we erbij betrekken om samenwerking op te zoeken om mensen te helpen. Ja. Ja. Eigenlijk ook een beetje de bureaucratie doorsnijden. Ja, ja, dat eigenlijk dat je elkaar snel, korte lijntjes hebt, snel kan schakelen. Een klant van mij met een verslavingsproblematiek, daar ben ik de bewindvoerder van. Er is een woningbouwvereniging bij betrokken. Er is een verslavingshulpverlener bij betrokken en een maatschappelijk werker.
En wat we gedaan hebben, is eigenlijk over de grens heen gekeken, over de muur heen gekeken, elkaar gevonden om te zorgen. Want deze jongen die kwam uit een hele nare situatie, jeugdsituatie. En hij wilde heel graag verder. Hij wilde heel graag dingen oplossen. Hij wilde eigenlijk een normaal leven, om het zo te noemen. Maar hij wist niet hoe. Omdat we elkaar konden vinden, omdat we wisten we elkaar kenden, hebben we ook vaak veel overleggen gehad en niet gekeken, oh, nu zijn de uren voorbij, hè, wat je wel eens ziet in de zorg. Maar gewoon, kijk, deze jongen moeten we op de rit krijgen. Deze jongen zit nu in een afkikkliniek. Gaat heel goed met hem. En dat durf ik eigenlijk wel te zeggen, dat we, omdat we allemaal een steentje hebben bijgedragen, omdat we allemaal een stapje harder hebben gezet, weet ik zeker dat het met deze jongen goed komt. Dat is toch een mooie boodschap, zo vlak voor de kerst. Ja, zeker. Ja, toevallig ga ik morgen naar hem toe. Dus ja, dat zijn de succesverhalen. Ja. En dat betekent wel net dat stapjes harder zetten. En met elkaar samenwerken. Anders krijg je dat niet voor elkaar. En daar is dus het armoedepact voor. Het armoedepact voor, om elkaar daarin te vinden. Dankjewel hoor. Graag gedaan. De parkeergarage is een goed en vroeg voorbeeld van een nauwe samenwerking tussen de kunstenaar Cees Bleker en architect Ton Mensink. Dit kunstwerk bestaat uit verticale gevelbanen, afgewisseld met open geveldelen, en is zo sterk verweven met de architectuur dat het vaak niet eens als kunstwerk wordt opgemerkt.